Welkom met Uit de Douche. Ik ben Sonia en jullie kunnen mij misschien kennen van de serie Brugklas. Of misschien vooral de jonge kijkers. En wat oudere kijkers kunnen me misschien kennen van de Zuidas. Mijn gezicht ga ik reinigen met Garnier. En dat doe ik eigenlijk elke dag. Zeg maar elke ochtend, elke avond. Want het is echt heel belangrijk om je gezicht te reinigen. Zo. Dan heb ik een ochtendcreme van Nivea. En die doe ik gewoon op mijn gezicht. Zo. Ze zeggen al dat je zo rondjes moet draaien of omhoog. Nu ga ik eigenlijk al beginnen met de make-up, want ik doe verder eigenlijk niet zo heel veel. Ik ga meestal gewoon make-up als de deur uit. Maar ik ga vandaag laten zien wat ik dus doe als ik wel wat aan mezelf doe. Ik begin met de concealer. En ik heb een beauty blender. Dat was de concealer. Ga ik foundation doen en ik doe eigenlijk normaal ook niet vaak foundation op. Meestal als ik opnames heb of zo, dan krijg je wel echt een flinke laag op je gezicht gesmeerd. Maar goed, ik dacht vandaag doe ik het even lekker een keertje wel. Maar heel spannend uit. En dan heb ik een kwast van gewoon van de Hema. En daarmee ga ik het een beetje uitsmeren. Zo. En dan ga ik het afpoederen, want ik wil niet glimmen. Zo. Ik ga verder met deze wenkbrauwen. Dit is een wenkbrauwborsteltje. En waarschijnlijk kent iedereen dit, maar ik vind het echt de beste uitvinding ever. Want mijn wenkbrauwen zijn altijd redelijk hysterisch, want ik epileer ze eigenlijk nooit. Ik weet niet of het een merk is, van Christian V of zo. Iets van Christian Grey, was het maar zo. En dat doe ik dan een heel klein beetje hier, om dat een beetje op te vullen. Dat heb ik eigenlijk geleerd van mijn moeder. Maar ik vind het wel mooi als mijn wenkjes niet zo strak lopen. Ik vind het wel leuk als het een beetje wild is, dus een beetje natuurlijk. Dit is zeg maar gewoon eigenlijk een mascara, maar ook een wimper of een wenkbrauwding met gel erin. Dus dat is heel chill, dat blijft een beetje zitten. En dat kan je ook hiervoor gebruiken. Bronzer is ook echt gevaarlijk, want ik heb zo vaak dat ik bronzer opdoe en dan doe ik echt veel te veel op. Want ik heb dus een beetje wel op zich lange wimpers, maar ze zijn altijd zo. En als ik dan mascara op doe, staan ze nog steeds zo. Ja, nu zijn ze een beetje hoekig, wacht even. En nog even zo. Highlighter, dat vind ik echt het leukste gedeelte. Ik heb namelijk zo'n pallet. Maar ik ga dus wel deze gebruiken. En dit is de highlighter. Dit kwastje. Zo. En ik doe het ook altijd zo op mijn neus. Zo, een puntje van mijn neus. Dat heb ik ook een keertje in een soort van tutorial gezien of zo hoor. Dus als je echt hele dikke wallen hebt, doe dit. Dit is een blush. En die ruikt echt mega lekker. Maar ik heb dus al bronzer op en dan vind ik met blush erbij vind ik het een beetje too much. Dus ik kan het wel doen. We gaan proberen oogschaduw op te doen. Ik begin met dit. Ik heb trouwens deze. Die is gewoon van de Douglas, maar die vind ik echt heel fijn. Want deze kleuren zijn zeg maar een beetje naturel en die passen ook wel een beetje mooi bij mijn huidskleur. En dan moet je heel goed blenden. Dat zegt Nicky Tutorials ook altijd. En dan heb ik een beetje goud. Ga ik gewoon op mijn ooglid doen. Zo. Dan wordt het echt te heftig. Dit is ook een soort van highlighter. Op het bovenste randje. Zo. Vaseline. Waarom? Omdat ik doe het altijd op mijn lippen. Elke ochtend, elke avond. Want daarvan, zeg maar, worden mijn lippen gewoon niet droog. Dus ik denk echt dat iedere vrouw dit in huis moet hebben. Voor de leuke een beetje dit eroverheen doen. Dit is een soft lipbalm. Nou, zo. Ik ga mijn haar doen. Ik ga het hier uithalen. Zo. Oh ja, we kunnen voor de Ariana Grande look gaan. Dat doe ik soms wel eens. Dat is dan zeg maar dit. Hoe doe ik dat weer? Ja, dan pak je een plukje hier. En die hou je naar voren. En dan nog een plukje hou je naar voren. Dan pak je dit zo naar achter. Dus bedankt voor het kijken en doei!